Nonkel Gutenberg was een boekenwurm, heeft geleefd in Charing Cross. De gedachte aan zijn boeken voedt mijn ziel. Hij las me voor tot ik in slaap viel als hij niet te dronken was. Ik deel graag de wijze woorden van mijn lievelingsbibliofiel. Hij zei de... Het is niet het boek, dus open het vlug en lees dan kluk. Want tussen de komma en de punt krijg je van alles op bezoek. Hoofdstuktitels zijn een feest en wat je tussen de regels leest. Maak dat je denkt, nu is het einde zoek. Want de kaft is leuk, maar de kaft is niet het boek. Mary Poppins, kunt u ons een voorbeeld geven? Natuurlijk. Rubina gemaakt van hout, niet alles was te zien. Al was ze bovenop wat kaal, van onder groeide ze voor 10. Het voorjaar kwam en meneer Hickory zag haar bloesem waterval. Hij schoot de wortel naast haar bas, nu strooit ze zaadjes overal. Je ziet de kaft, dus niet het boek. Dus open het vlug en lees dan kloek. Want tussen de komma en de punt krijg je van alles op bezoek. Hoofdstuktitels zijn een feest. En wat je tussen de regels leest, maak dat je denkt, nu is het einde zoek. Want de kaft is leuk, maar de kaft is niet het boek. Zullen we die ene doen van die rijke weduwe? Oh, absoluut. Altijd een succes. Allee, vooruit dan. Dame Hyacinth de Graaf had net een bergplaats voor haar schat. Waar ze slechts een glimlach droeg. Plus twee veren en een blad. Dus niemand kon iets stelen, zelfs geen fluitje van een cent. Want als je in je blootje loopt, dan ziet geen mens hoe rijk je bent. Oh, de kaft is niet het boek, dus open het vlug en lees dat boek. Want tussen de komma en de punt krijg je van alles op bezoek. Taroerali, taroerala, taroerali, taratata. Maar dat je denkt, nu is het einde zoek. Ja, ra, ra, ra. Want de kaft is leuk, maar de kaft is niet het boek. Dat nummer over die rare kwebus. Kom aan, jong. Is dat niet een beetje te lang? Wel, hoe rapper je begint, hoe rapper het klaar is. Ooit zat in het geheim in een kinderrijm een koning diep in zijn kasteel, op een mooi perceel. Hij zat nooit een dag op school en wist dus niet zoveel. Had een zwaard en een knots, een regering dwaas en trots, maar zijn hart zat vol met smart. Apart! Hij had eenvoudigweg geen hoofd voor getallen, geen hoofd voor de taal. Hoewel zijn kroon behoorlijk groot was, was zijn brein bijzonder schraal. Dus de vrouw van de koning zond een boodschap met beloning naar de min of meer gelijke, de arme en rijke. Hooggeleerden die niet wijken en ging etalages kijken. Ja, daar kwamen ze aan. Professoren heel prompt legden kennis zonder stennis van hun hersens in zijn mond. Maar de vorst kon niet leren, de geleerden zaten vast. De vorstin sloeg een koffer af, verzond ze met de post. Dat is zware kost. Bezorgde wel een briefje thuis, je partner komt niet terug. Maar toen kwam er op een dag een onbekende vent voorbij. Die zei, ik ben de rare kwebus en de koning leert van mij. De koningin greep haar ketting, ze dacht dat ze werd beroofd. Maar de kwebus was een slimmerik, hij had een studiehoofd. Hij zei, wees een blije koning met de dingen die je kent. Probeer toch niet te wezen wat je eigenlijk niet bent. Dus ze vierden hun vriendschap en lachten naar het schijnt. En ze renden naar een regenboog voor het perfecte eind. De moraal is dus, de buitenkant is vaak een grijs gebied. Zo eenvoudig is het niet. Tja, tenzij je net de boeman in zijn blootje ziet. Liever niet. Maar de waarheid geeft me pit. Ik verkondig dus verhit. Alles wat er echt toe doet, is dat wat diep van binnen zit. Dit is geluk! Oh, de kaft is niet het boek. Dus open het vlug en lees dan vroeg. Want tussen de komma en de punt krijg je van alles op bezoek. Heb je geluisterd van A tot Z? Dan lees je een boek vandaag in bed. En nog een keer, want strakjes valt het doek. En vol een bak! De kaft is leuk! Zing mee met de spreuk! De kaft is leuk! Je lacht je een breuk! De kaft is leuk! Maar de kaft is niet het boek!